ja. Ik ben blij dat jullie hier zijn, want jullie hebben allebei drukke agendas. Die opnames zijn nu nog volop bezig ook. Zijn afgerond. Zijn toch afgerond? Al eventjes. Eind juni waren we al klaar. Ah, oké. Okay. Ja. Want jullie komen... Volgende week komt die serie op televisie. Klopt het? Heb ik het goed omschreven? Zuidflank. Dan bedoelen we... Ja, dit speelt zich af in die prachtige streek in het zuiden van Limburg, waar nu terug wijn geteeld wordt. Daar zitten twee families. Ja. Ja. En daar is een vete tussenin. Dat is heel kort door de bocht, natuurlijk. Ja. Maar aangezien dat we ook gezien, geen natuurlijk. Uren hebben om dat hier allemaal uit de doeken te doen... Ja. En omdat het natuurlijk ook veel mooier is om het te zien dan om het uit mijn mond te horen. Maar dat is heel kort door de bocht. Twee families, een stuk grond. En dat is dan Bras, hè. Over die zuidflank, dat de goede flank. Het beste stuk grond. Waar de beste wijn wordt gemaakt. Waar de beste wijn wordt gemaakt. Laten we gewoon even kijken. Stan, jij speelt Rob van den Berg. Rob van den Berg is weg geweest. Hij zat in Zuid-Afrika en die komt op eens terug. Hij zat in Kenia en heeft daar heel lang gezeten. Ja. Hij is een beetje zijn droom achterna gegaan. Vliegen. Ah ja. Hij was piloot en hij is daar cropduster met een hele goede maat. Cropduster is, velden besproeien. Hier doen ze dat met een tracteur en daar doen ze dat met vliegen. Met insecticides. Ja. Okay. Ja. En wie ben jij, Marie? Ann Rutte en ik ben de wijnmaakster van het Wijnkasteel. Mm-hmm. Een groot wijnbedrijf en ik ben getrouwd met iemand. En ik ben heel goed bevriend met hem geweest, maar we hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Ah ja, ik voel het al komen. Ja. En het gaat er weer goed met uw man. En dan komt hij fijn gebronzeerd uit Kenia binnen. Voilà. En hupsakee, voilà. Problemen. Voilà. Voilà, oké. Okay. Volgende week op VTM. Dank je wel voor dit gesprek. Nee, maar heb je dan... Ik wil zeggen, ken je iets van wijn maken bijvoorbeeld? Dat is toch iets... Je moet dan ondertussen toch vaak acteren dat je daar iets van af weet. Ja, dus ik heb dan al die uitleg gekregen en op dat moment dan begrijpt het allemaal. Maar ik besefte nu, als mensen gisteren vroegen, wat betekent afvullen bijvoorbeeld? Afvullen? Afvullen, dat ik eigenlijk al niet meer wist. Dus dat is iets dat is erin gegaan en er heel snel terug uitgegaan, blijkbaar. Maar, afvullen iemand? Ja. Afvullen? Opvullen, invullen, maar afvullen. Het is dat flessen vullen gewoon? Flessen waarschijnlijk. Het zal wel, hè. Ja. Goed. Was jij daar al geweest? Want dat is een hele mooie streek. Jullie hebben trouwens gefilmd in het domein, wat we zagen in het kasteel al, van die wijnmakers daar, van Knoelselderen. Van Knoelselderen. Ja. Riems, het is heel mooi. Ik was er al eens geweest, zelfs op het kasteel van Knoelselderen. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk al heel lang geleden. Maar... Ja, zeker als je zo'n reeks draait, je komt op plekjes dat je anders niet komt. Mm-hmm. Dat je anders nooit de dreef zou oprijden en zo. Dan komt ineens aan een ongelooflijk zicht. Ja. Dus het blijft u verrassen daar. Het is echt prachtig. Is het spannend voor jou? Want dit is toch een van de eerste echt grote rollen die je nu toch in primetime gaat hebben sinds een lange tijd? Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Ja. Het is heel druk geweest, het is heel veel. Ik heb heel veel draaidagen. Maar je zet bij gevolg ook heel betrokken bij heel dat prachtige proces. Hoeveel dagen had jij? 100 of zo? Ja, 100. Honderd draaidagen? Ja. Ja. Hoeveel afleveringen zijn er dan? 13 afleveringen. Ja. En hoe heb jij dat gecombineerd? Want je moet vanavond nog terug naar Duitsland, want je bent natuurlijk nog in het theater aan de slag. Ja. Dan komt dat daartussen. Bezwaart dat jou? Ja, wonder boven wonder is dat vanzelf heel perfect naast elkaar geschoven allemaal. Dus tijdens Zuidflank moest ik eigenlijk alleen maar filmen. Dat was leuk. Dat ging. Vertel nog eens iets over de spanning dan tussen die personages. Het is van driehoeksverhouding. Ja. Je man en Rob komt terug. Kijk, ik ben, laten we zeggen, 10 jaar geleden naar Kenia vertrokken. Mm-hmm. In de wetenschap dat Mark de Weert een van mijn beste vrienden was en nog altijd is, zeg maar. Blijkt dat hij dan getrouwd is met de vrouw van mijn droom. Ann Rutten. Ja, met de Ann Rutten. De Ann Rutten. Ja, die mijn vader kennen als Marie Vink. Als eigenlijk Marie een betere naam is eigenlijk. Hè? Maar ja, ze heet Ann Rutten. Ja. Ik kom terug omdat ik moet terugkomen, want anders was dat niet gebeurd. Maar mijn vader sterft en ik ga mijn vader begraven. En ja, en dan... En dan? Ja, maar zeg dan nog iets. En dan? En dan? Ja, dan, dat is dus een smeulend vuurtje, Marcel. Ik moet dat toch niet uitleggen? Oké. Die dingen sterven niet helemaal en uit, hè. Moet je weer, want dan word je voor... Is het weer volle bak, koekenbak, kussen en wrijven? Of houd je het deftig? Deftig. Goed. Deftig. Weer tijd, maar reeks is... Goed, ook een dagje ouder en zo. Je kunt niet bezig blijven. Zeg, nee, maar grapje. Ja, maar je wordt er altijd op aangepraat. En naakt zijn. En jij nu ook? Ja, en ik ook. Maar kijk, maar we stoppen ermee. Limburg, is het in het Limburgs geacteerd ook? Nee. Ik vond dat een beetje jammer. Ik snap ook wel waarom. Ja, het is veel universeler als het gewoon in een soort van AN gesproken wordt. Maar ik vind dat zelf wel een uitdaging als acteur, omdat...
aan te leren. En dat heb ik nog nooit moeten doen. Dus dat vond ik jammer dat ik dat dan nu ook niet... Je had graag zo'n Limburgs accent. Ja, 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 ja. Want er zijn ook heel veel Limburgs accenten. Ja, dat is dan weer moeilijk. Ja. Wat dus gaat dat dan hanteren? Krijgen, ja. Limburg. Ja, je kan iemand een identiteit geven. Hij is van Tongeren. Ja. Ja. Had gekund. Hebben we niet gedaan. Heb je veel wijn moeten proeven en drinken? Of was het allemaal slappe thee dat in die glazen ging? Dat heet water met druivensap was dat op de set altijd. Ja. Want die wijnen zijn wel goed. We hebben hier een paar flessen staan. Heb je kunnen proeven? Ja, jawel. We hebben er genoeg van gedronken. Het zal wel zijn. Ja, tijdens de middag kregen we dat bij het eten. Pinot Noir bij het eten? Ja. En hoe gingen de namiddag opnames? Dat duurde even. Ja. Goed, goed, goed. Fijne mensen. Zij betalen zij die serie? Want dat is fantastische reclame voor dat wijnmerk. Ja, dat is waar. Maar het zijn ook fantastische mensen om mee te mogen samenwerken. Hoor. Het is ook voor hun zeker niet evident om zo'n... Nee, we hebben echt dat kasteel bezet, hè, een jaar lang. Ja, tuurlijk, ja. En die mensen wonen daar ook en die willen daar werken. En wij zitten dan in die laboratoria te draaien. En, zo. En we maken het stil, maar die zijn aan het werken. Dus dat is niet evident. Want ja, die wijncultivatie, dat gaat gewoon door, hè? Ja. Ja. Heb je iets bijgeleerd? Was je een wijnkenner of drinker? Nee, zeker niet. De drinker wel. Ja, ik lust heel graag wijn. Nee. En dat is niet veranderd. Het is niet dat ik nu veel meer wijn drink dan ervoor of zo. Maar je leert wel iets bij natuurlijk. Mensen vertellen nu veel en Ik heb een paar dingen hier. Wat is decanteren? Daar gaan we. Is het zo'n quiz? Ja, het is zo'n quiz. Decanteren, dat is het makkelijkste. Allee, decanteren. Decanteren is eigenlijk maken dat je wijn al lucht krijgt op voorhand door ze in een karaf. Oeh. Ja, voilà. Dat is ademen. Technische uitleg. Ademen, Marcel. Goed, wat is tannine? Een gehalte van iets in de wijn, maar van wat, hè? Ja, iets, voilà, ja. Ik keur dat goed. De looizuur, dat is goed, hè? Heel goed. Wat is... Gaptalisatie? Ja, dat is ook iets enorm vernuftig dat ze doen met wijn. Geen flauw idee, man. Toevoegen van suiker aan de gistende druiven. Ah, ik weet nog een term. Uxelen. Voilà. Uxelen, ja, dat klopt. Het suikergehalte, denk ik. Het suikergehalte. Ja. Heel goed. Zeg, wanneer de serie komt volgende week op televisie. Maandagavond. Ja, de opnames zijn voor jullie klaar. Jij gaat vanavond nog naar Duitsland. Wat ben je daar aan het doen? Ik ben daar een herneming aan het spelen van een voorstelling van FC Bergman. Mm-hmm. En die heet 300L x 50L x 30L. Een hele rare titel op zich, maar het heeft een logica. Het zijn de afmetingen van de Bijbel. En het is een voorstelling over angst voor de zondvloed. En auf Deutsch? Nein. Ohne tekst. Ohne tekst? Ah, instrumentaal. Oh. Ah. Zeg, hoe lang doe je dat dan? Want het is wel leuk natuurlijk dat je ook buiten België dingen kan doen. Dat je niet de hele tijd die spots op je hebt. Hè? Ja, dat is fijn. Ja, die voorstelling heeft al veel succes gehad in het buitenland. Dus dat is heel fijn. En dat is mijn ploeg van 15 acteurs, veel techniekers en cameraman. Dus dat is een heel simpel. Het is een high-tech voorstelling met videobeelden en alles. Ja, 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 ja. En jij, Stan, dit weekend de 24 uur van Zolderman. Het is niet te geloven. En heb je daar al... Je hebt voor getraind? Ja, ja. Ik kan dat wel zeggen, maar dat is echt een helse race, hè? Ja. Ja. En racen is niet met een auto rijden. Nee. Nee, het is heel hard werken. Dat is dit weekend, ja. Ja. Dat is zaterdag om 4 uur starten. En, dat is dan tot zondag 4 uur, hè? Zondag 4 uur, hè. Normaal. En jullie zijn met drieën, allemaal van Samangen? We zijn met z'n vieren, maar er zijn drie van Samangs, ja. Drie van Samangen. Kende jij Jeff en Bart van Samangen? Nee, ik ben die eens in Zolder tegen het lijf gelopen en die mens zat dan overal aan en daar stond op J van Samangen. En jij zegt, wij zijn familie. Man. Ik zeg, maar jij rijdt. Ja, en jij? Ik zeg, nee. Kun je rijden? Nee. Wil je rijden? Ja. En voilà. Maar hoe lang heb je dat nu opgeoefend? Heb je op het circuit Je moet wel veel oefenen. Je moet je licentie halen. Je kruipt niet zomaar in een raceauto, hoor. Nee, maar jullie rijden 24 uur aan een stuk en dat zijn shiften van telkens 2 of 3 uur? Ja, 3 uur, dat is al heftig. Ik denk dat ik 1,5 uur onafgebroken in een auto zal. Constant aan meer dan 200 km per uur? Die snelheden worden gehaald, ja. Maar dat is niet constant. Heel de tijd. Nee. Maar het is fantastisch, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar het is fantastisch. Rechtdoor rijden tegen 200 per uur, daar is eigenlijk niet zoveel aan. Nee, nee, maar je weet dat je die snelheid hebt en dat je naar die bocht moet gaan. En dat je die bocht tegen 100 moet pakken. Dan moet er 100 afremmen op een paar meter. Nee, ja. Dat is fantastisch. Maken jullie kans om een goede beurt te maken van het weekend? Ik ga mijn best doen. Goed, ik wil het daarbij houden.
Ja. Ik weet het. We zullen wel zien. Ik ga mijn best doen. Duimen. Zeg, is dat iets voor jou? Want jij hebt niet eens een rijbewijs. Hè? Jawel. Heb je rijbewijs? Ja, ik heb een rijbewijs. Ik heb geen auto, maar wel een rijbewijs. Ah, oké. Okay. Al heel lang. Al 10 jaar, denk ik. Ah, ik dacht dat je een rijbewijs had. Maar zou je dat willen doen? Zo racen voor de kinderen? Ja, zo van achter zitten, maar zelf rijden. Maar dat bestaat niet. Van achter bestaat niet. Er is geen van achter in een racewagen. Goed, goed, goed. Ik wens jullie veel succes volgende week in Zuidflank te zien. Jij rijdt nog de 24 uur van Zolder. En jij gaat naar Duitsland. Blijf nog even hier, drink misschien een glasje wijn. Heel dank je zeer. Stan van Samang en Marie Vink. Ja.